maakte 12 jaar lang als penningmeester deel uit van het bestuur. Van 2006 tot 2018 heb je je ingezet om de financiële positie van de VDM niet alleen te consolideren, maar ook uit te breiden. En door het goede beheer en verstandig te beleggen, groeide het vermogen van de vereniging zelfs. Zodat ook in de toekomst het Dordrecht Museum kan steunen met de aanschaf van mooie kunst. Je hebt veel ondernemers kunnen aansporen om zich als sponsor aan de vereniging Dordrecht Museum te verbinden. Dat kwam de vereniging vanzelfsprekend ten goede, maar vergrootte ook de betrokkenheid onder het Dordtse bedrijfsleven bij het Dordrecht Museum. Dat had als gevolg het aankopen van kunstwerken met een hoge kwaliteit. En hierbij kwam jouw vaardigheid als gewiekste onderhandelaar om zo een zeer goede prijs te bedingen, goed van pas. Het ledenaantal is enorm toegenomen. Voor de heropening van het Dordrecht Museum waren er 750, maar vandaag de dag staat de teller op ruim 1700. En deze toename vergt er natuurlijk ook meer inzet van de penningmeester van de vereniging Dordrecht Museum. Daarnaast heeft John ook een actieve bijdrage geleverd aan de crowdfunding Geef Dordrecht zijn gezicht terug, waardoor het bekende schilderij Gezicht op Dordrecht van Jan van Gooi aangeschaft kon worden en zo gelukkig behouden bleef voor onze stad. John Reinders zette zich niet alleen in voor de vereniging Dordrecht Museum, maar bijvoorbeeld ook voor het operakoor en hij stimuleert ook jonge muzici en helpt hen op weg. En na het beëindigen van je penningmeesterschap is hij niet achter welke bloemen of potten ook gaan zitten, maar je hebt je intussen als adviseur verbonden aan de stichting DOOR, waar wij elkaar onlangs ook alweer hebben ontmoet en een mooie rondleiding hebben gekregen. En ook daar gebeuren weer hele mooie dingen. Meneer Reinders, het gemeentebestuur van Dordrecht wil graag zijn waardering uitspreken voor je langdurige en loyale verdiensten voor de stad. In beide steden is de betrokkenheid van inwoners bij kunst, cultuur en historie zo groot als in Dordrecht. Dat is te zien aan het ledenaantal, dat is te zien aan de bezoekersaantallen van de musea, dat is te zien aan de toenemende belangstelling voor publicaties over Dordrecht. Het gemeentebestuur waardeert uw bijdrage aan de kunst, cultuur en historie voor zowel leden van de VDM als voor de inwoners van Dordrecht. En als dank voor je betrokkenheid en toewijding willen we die graag onderscheiden met een typisch Dordtse onderscheiding, de Johan de Witspeld. De naam van de speld. De naam van de speld is ontleend aan de uitdrukking jongens van Jan de Wit. Daar werden vroeger ferme, doortastende jongens mee bedoeld, waarop je te alle tijden kon rekenen. Er hoort een oorkonde bij en die vermeldt de tekst: voor zijn royale verdiensten voor de vereniging Dordrecht Museum 2006-2018. En ik wil je daarvan hartelijk mee feliciteren. Ja. Laat het niet vallen. Nee. Ik heb hier zo meteen ergens tussen een van die vleugelen in het houtwerk. Ik heb een goed op zo'n roos, dat ik altijd vandaag. Leuk hoor. Dankjewel. Met deze eervolle van de gemeente. En dan hebben we nog veel mooiere foto's.